Gaan we naar drugs, want maar liefst 69% van de feestgangers heeft in het weekend wel eens van dat kleine pilletje gesnoept. Ecstasy veroorzaakt een overkill aan serotonine in je hersenen. En dat stofje maakt je, nou ja, zoals wij zeggen, happier dan Pharrell Williams. Klinkt ideaal, maar die serotonine raakt uitgeput en zonder dat word je dus somber. Ja, inderdaad. En dan praten we dus over die beruchte dinsdagdip. Jan en Gwen die zijn benieuwd of het mogelijk is om je werk nog goed te kunnen doen als je last hebt van die dip. En testen dat door mee te gaan doen aan een stand-up comedian show. Het is zaterdag, tijd voor een feestje. En over 3 dagen dan moeten wij voor een volle zaal een comedy show geven. Om te kijken of we kunnen functioneren met een dinsdagdip. Eigenlijk is ons nog maar 1 ding. Go, go, go! Ding. Als je ecstasy gebruikt, komt er een overschot aan serotonine vrij in je hersenen. Serotonine is een stof waar je je prettig en gelukkig door voelt. Op dinsdag is vaak de dip het heftigst. Dat heeft te maken met dat mensen vaak op zaterdag ecstasy gebruiken. En het kost ongeveer 2 dagen voordat het echt op het dieptepunt zit, die serotonine. Dus vandaar de dinsdagdip. Ik heb zoveel energie. Ik weet niet wat ik ze met mezelf aan moet. Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien, ben ik inmiddels redelijk begonnen met spacen. Ik heb ook gewoon zin om te sporten, maar dan gaan we hiermee doen. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik stoor me vandaag aan iedereen. Een huilend kind in de tram, het zonlicht in mijn gezicht, überhaupt alle mensen. Ik vind iedereen klootzakken. Ik ben heel erg chagrijnig. Ik voel me ook helemaal niet fit. En ik ben gewoon heel verdrietig. Ik ben er niet klaar voor en jij waarschijnlijk ook niet. Maar laten we wel gaan. Want het wordt hartstikke leuk. Super veel zin in. Vanavond moeten Jan en Gwen voor een volle zaal een stand-up comedy show neerzetten. Maar eerst krijgen ze les van Chris van der Ende. Hij is professioneel stand-up comedian en heeft verschillende grote prijzen op zijn naam staan. Nou, hier gaat het dus vanavond gebeuren. 140 man gaan jullie aankijken. Wat het ergste is dit, zeg maar. Stilte. Stilte. Als ze niet lachen, ligt niet aan mij. Ze zijn gewoon mijn klootzak. En zeg dat tegen het publiek ook. Ja. Ja. Ze zijn niet geconcentreerd, ze zijn geïrriteerd. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik ken jou niet, ik ken jou ook niet. Het publiek kent je ook niet. Dus je moet jezelf eerst gaan voorstellen. Dat is de expositie. Ik wil eigenlijk dan zeggen dat ik niet zo heel veel talent heb. Dat ik niet kan zingen en niet kan dansen en ook niet heb gestudeerd. Maar drugs doorslikken of door mijn neus, geen probleem mee. Ja. Hoop je. Ja. Gaat er niet werken dit. Kan dit helemaal niet. Ik voel me helemaal leeg van binnen. Ik heb geen zin om hier te staan. Mijn concentratieboog is weg. Ja, klopt. Ik zei iets wat wel lang belangrijk was. Ja. En ik irriteer me heel erg, omdat zij het nu niet luistert. Ik heb nul geduld hiervoor. Ik wil gewoon me focussen, maar dat lukt niet. Ik merk dat Gwen en Jan behoorlijke klap hebben gehad van de ecstasy, Maar waar is de cameraploeg? Die is daar. Mama, het is al weg. Kom maar weer terug, cameraman. Ik ben gewoon te grappig, dat kan hier niet aan. Oh, we hebben hem nou beledigd. Ja, ik ga winnen. Ja, maar niet omdat... Het was geen wedstrijd, nu wel. Flikker erop. Zo depressief heb ik niet veel mensen gezien. Ik ben het kwijt. Ze zijn heel erg met hun hoofd er niet bij. Dus ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt, zeg maar. Ik verwachtte eigenlijk best wel veel van vanavond. Het wordt echt superleuk en hard lachen. En het gaat echt een topavond worden. We zijn er om te lachen. En als we niet kunnen lachen, dan vinden we het niet leuk. Ik merk gewoon dat die ecstasy, dat maakt me gewoon helemaal vlak. Ik heb alleen maar treurige gedachten en niks, weinig genieten. Ondertussen stromen de gasten vol verwachting binnen. Geef alsjeblieft een duidelijk applaus voor niemand minder dan Jan van Steen. Ik ben Jan. Hoe gaat het met jullie? Oh, nou, dat is wel iets beter dan het met mij gaat. Want zoals Victor net al zei, ik heb inderdaad zaterdag ecstasy gebruikt voor spuiten en slikken. En heb nu niet zoveel zin meer in het leven. Dat is eigenlijk een beetje wat er gaande is. Ik kon mijn bed niet uitkomen. Ja, ik zag dat de zon scheen vanochtend. Dat vond ik kut. Ik zag mensen in de tram die waren aan het praten. Vond ik ook kut. Ik zag net hier een meisje gapen. Ik zag het wel. Ik heb het huis al gezien. Vind ik ook kut. Imago, weet je, dit imago doet wel heel veel voor mij. Mensen kijken daarnaar en mensen denken, fucking hell, deze chick is zo geil. Die komt naakt aan een liaan mijn slaapkamer binnenslingeren. Maar niets is minder waar, jongens. Dat denk je ook. Heb je mij wel eens op tv gezien? Wie heeft me wel eens op tv gezien? Niemand?
Ik heb een Disney-film gekeken, De Kleine Zeemermin. Raad ik aan. Raad ik aan. Diep in de zee. Diep in de zee. Ik heb wel één groot voorbeeld. Er is één vrouw. Daarom maak ik tv. Het is Katja motherfucking Schuurman. Dus wij gingen heel veel bowlen altijd. En, jongens, ik zit hier mijn grote idool helemaal kapot te maken en niemand lacht erom. Echt, ja, dan wel, hè. Ik vond het al zo moeilijk om die gratis Katja niet uit te zenden op tv. Ik hou van je, Katja. Dank jullie wel. Ze gingen gewoon lachen, dude. Ze gingen gewoon lachen. Ik heb zojuist het medicijn tegen de dinsdagdip uitgevonden en ik ga dat nu patenteren. Yes. Jongens, dankjewel. Mijn god. Ik begon al helemaal verkeerd, doordat ik niet meer wist waar ik het over moest hebben. Oh, ze vonden me ook helemaal niet grappig in het begin. En ik had twee dingen van die oppak door elkaar gehaald, waardoor ik heel mijn fucking verhaal kwijt was. Ik denk echt wel, als ik lekker fris was geweest, dat ik hem er doorheen had gefietst. Voor mij was het dus precies andersom. Ik vond de hele dag kut. Tot ik van het podium afkwam, dacht ik, nou ja, zo ergens nou kan ik me niet. Ik zit hier ik kan echt mee aan. Nee, ik heb echt zo niet. Dus jij hebt nu je dinsdagdip? Ja, ik heb nu echt dat ik denk, oh, dit moet anders. Maar nee, ik ben er nu helemaal vanaf. Ik ga je helpen. Ik ga je helpen met blij zijn.